In de Randstad Werkpocket belicht arbeidsrechtsspecialist Philip Tielman verschillende valkuilen in het sociaal en arbeidsrecht. In zijn nieuwste online editie heeft hij het onder meer over het kluwen van paritaire comité's. HR-expert Sandra van Dorpen gaat de discussie aan op het kantoor bij meester Tielman in Antwerpen. Hartelijk welkom, meester Tielman. Ik heb net de nieuwe editie van de Werkpocket gelezen en gezien onder andere dat ons land meer dan 300 paritaire comité's heeft. Hoe belangrijk is het voor een werkgever om de juiste keuze te maken? Dat is voor mij een cruciale keuze die elke onderneming, groot of klein, moet maken. Mm-hmm. En dat is uiteindelijk bepalend voor alle mogelijke arbeidsvoorwaarden die gelden binnen een onderneming, zoals loonbaremas, arbeidstijd, mogelijkheden van tijdskrediet, worden allemaal bepaald door sectorale cao's, vastgeklonken aan dat paritair comité. Nu, ik begreep ook dat het helemaal niet zo makkelijk is om die keuze te maken. Absoluut niet. Het criterium is de hoofdactiviteit van de onderneming. Dat moet dan bepalen tot welk paritair comité men behoort. Het probleem is dat verschillende paritaire comité's kunnen van toepassing zijn op één en dezelfde hoofdactiviteit. En ik begrijp ook dat een verkeerde keuze toch wel grote gevolgen kan hebben. Het is dramatisch als u als werkgever een verkeerde keuze hebt gemaakt. Men moet beseffen dat werknemers die bijvoorbeeld verkeerd zijn ingeschaald geweest, zelfs tot 20, 25 jaar in de tijd kunnen teruggaan om die loonachterstallen op te eisen. Ik hoor u zeggen sectorale cao's. Waarom zijn die zo belangrijk? Omdat men moet beseffen dat die sectorale cao's voorrang hebben op de arbeidsovereenkomst, ook op het arbeidsreglement. Als onderneming kan u niet een regeling invoeren die indruist tegen een sectorale cao. En dat is iets dat men in de praktijk soms al te weinig beseft. En wat gebeurt er dan als een bedrijf zijn activiteiten wijzigt? Dat is precies een van de valkuilen. Die keuze voor dat paritair comité is geen statisch gegeven. Het evolueert mee met het veranderen van de hoofdactiviteit. Dan moet een werkgever het initiatief nemen om naar een ander paritair comité te gaan. Zo niet kan het gebeuren dat werknemers nadien loonachterstallen gaan eisen op basis van het juiste paritaire comité. Dank u wel voor de nuttige tips. Ik onthoud dat voor een bedrijf het heel belangrijk is om de juiste keuze te maken in dat ware labyrinth van de 300 of meer paritaire comité's. Heel hartelijk dank.